Toon een keer hoe dat je eraan begint, Steffen. Nu, ik begin met mijn kreeftjeit al. Oké. Okay. Je smijt die gewoon in het water. We gaan die een keer snel terug uit al. Je moet een bouillon klaar hebben. Een bouillon die dan je saus vormt met smaak en wat dat kreeftje in gekookt heeft. Dus hier gaan we gewoon dat heel veel smaak aangeven met, zie, je moet daar niet veel aan snijden, wortel, prei, selder erin, dat daar smaak in geraakt. En een ajuintje. Zie, dat is eigenlijk de basis van de keuken. Zie, een shallotje. Wat look erbij. We gaan daar ook tijm, laurier. Zie, zo maakt het eigenlijk echt een mooie bouillon. Dan nog een keer up van die lekkere groentenbouillon erbij. Ook wat peper en zout. Dus even laten trekken, 10 minuutjes en dan kunnen we echt pas verder. Zie een keer hoe schoon dat die een bouillon hier is. Kreeftje mag erin. Kreeftje mag erin. Maar gaat het dan nu echt wel koken met die rekkers daaraan? Ja. Je moet dat eraf doen. Kijk, we gaan die pootjes gewoon zo houden. Voilà. Zie, en nu mag die erin. Je hebt mij gezegd, kreeft is droog. Hoe lang ga je die koken, Steffen? Een minuutje of 10. Een minuutje of 10? Steffen, die kreeften gaan nog in de oven. Onder dat gratineren, dus onder de grill. Dus je bent eigenlijk gedoemd om met droge kreeften te werken van in het begin al. Van als die wat verkleuren, zijn die al goed. Dus 2-3 minuutjes. Zo zeggen, het is weer aan jou. Wat doe je nu? Nu doe ik dus de boter in mijn kom. 50 gram boter, 60 gram room. 50 gram boter, 60 gram. Dan laat ik mijn boter smelten. Ja. Goed, ik kan even van het vuur zetten en mijn bloem erbij doen. Ja. En ook niet afwegen, zo. Nee. Ik denk dat dat ongeveer dat gaat zijn. Dan doe ik er mijn melk bij. Ja. Dat is uw bechamel. Dus dit gaat op de kreeft. Maar op een kreeftje moet de smaak van de kreeft primeren. Niet die bloemen zetmeelsmaak van de bechamel. We gaan een keer gewoon tonen hoe dat we zo'n kreeftje maken. Je mag er een klein beetje boter bij doen. We gaan nu een kreeftje maken met de saus in onze pan ingeheel. Als je daarmee begint met zo'n kloef boter, ja, dan krijg je een vettige saus. Versta je? Die altijd gaat schiffen. Kijk, we gaan nu het kreeftje, kijk, de pootjes eraf. Zeer belangrijk, die kop vastnemen, de staart vastnemen, punt van het mes erin. Dan de staart vasthouden, door de kop. De maag zit hier in de kop. Mooi eruit halen. Kijk nu een keer naar die kreeft. Zie, die is half gaar. Zie je hoe dat sap daaruit komt? Ja, dat is wel. Ik vind dat formidabel. Dan gaan we nog een keer de poten tonen. Je hebt hier een hefboompje precies. En hier een hefboompje. Zie? Mm-hmm. Tak. Tak. Zie? Hup, open, open. Hopla. Mooi open. Goed. Nu gaan we het maximale uit de kreeft halen. Die boter krijgt de smaak van de kreeft krijgt de smaak van de boter. Die is nog sappig, nu gaat die echt beginnen garen. Een currysaus is altijd selder, een shallotje, een beetje look. Kijk, en dat gaat erbij. Nu, het shallotje, hup, dat gaat erin. Maar uiteraard heb je dat allemaal op voorhand voorbereid. Hé. Goed wat look erin. We gaan daar ook een appeltje bij doen. Mm-hmm. Zie? Dus per persoon weer een halve appel. Appel en curry gaan heel goed tezamen. Mm-hmm. Zie je het? En nu... Zie je dus hier. Kijk een keer hoe schoon. Ja. Dat ruikt ook wel enorm lekker. Ik heb ze gebakken langs de ene kant. En nu gaan ze garen van onderuit in de karkas. Dan doen we er up. Heb je graag veel curry? Niet te pikant, maar ik mag wel iets inzetten, niet vast. Voilà, kijk. En nu gaan we echt gewoon te werk. Want nu komt de saus.
Voilà. Wat heb je dan van binding? De binding gaat nu komen. Ik heb hier nog wat witte wijn bij. Dus om een klein beetje zuur te hebben. Voilà. We gaan dat even laten opkoken. En dan krijg je als binding de room. Voilà. Zie je het? Een keer dat dat opkookt, gaat die room zeer snel indikken. De pootjes, kijk, doen we er zo mooi bij. We gaan nog juist een tomaatje erbij doen. Ook weer al mooi in brunoise gesneden. Zie je het? Heb kreeftje erin. En eigenlijk kun je dat nu zo mooi op voorhand klaarmaken. En juist de moment dat je dat wilt eten, nog een keer onder de grill. En dan is het klaar, hè. Er mag goed wat saus over. Zie, wat ik hier nu ook doe, dat is mijn vlees van mijn kreeft beschermen door de groentjes. Nu gaan we, hup. En je tomaat er maar bij doen. Een tomaat erbij, anders gaat die helemaal uiteenvallen. Een beetje kaas erover. Als je daar wat broodkruim over doet, dat broodkruim gaat veel rapper bruinen. En gaat zo ervoor zorgen dat je kreeft niet te lang in de oven moet. Voilà, kijk. Die gaan we nu gewoon 5 minuutjes onder de grill zetten. En ze is klaar. Steffen, zie je een keer hoe schoon dat dat is. Zijn jij content? Ik ben content. Zie dat is moeilijk. Ik ben al honger te krijgen. Ik zie het aan uw smoelijke. Maar natuurlijk, uw honger is pas gesteld als ik weg ben. Hè? Ja. Want eerst wil ik weten wat je geleerd hebt. En dat is punt 1. Punt 1, zeker de haartijden. Niet te ver, niet te lang. Oh. U kreeft maar 2 minuutjes koken. Ik zal het kijk zeggen. Punt 2. Punt 2, op basis van een goede bouillon starten. Zeer goed. Punt 3. En punt 3, zeker niet met een bechamel starten. Niet met een bechamel starten en er ook niet mee eindigen. Ja. Een lekkere saus met veel curry, met veel groentjes. Je krijgt van mij. Kijk naar hier, hè. Ik ben altijd fier dat ik dat mag geven, want dat is toch een standaardwerk die veel mensen op de goede weg helpt. Steffen, je wordt een prachtige kandidaat. Dankjewel, Piet. Ik ben ermee weg. Ik ga iemand anders gaan helpen. Salut! Tot later, Piet.